Dames en heren, voor de oudejaarsconferentie dit jaar hebben zich inclusief Henk Kamp 21 mensen opgegeven. Exclusief Henk Kamp zijn dat er 3. Femke Halsema, Alexander Pechtold en... Mark Rutte. Dames en heren, zoals elk jaar praten ze de boel een beetje aan elkaar. De voorzitter van de jury, de moeder van Jurgen Rijman. Hallo mensen, we gaan lekker beginnen. De eerste comedian van vandaag is de Ferry Funny Guy. Hier is die Mr. Alexander Pechtold. Hallo allemaal. Hey, voorzitter, trek eens aan mijn vinger. Alexander, we zoeken eigenlijk meer grappen over de actualiteit. Trek nu eens aan mijn vinger. Ja, en dan met een mening. Ik vind dat je nu eens aan mijn vinger moet trekken. Ja, en dan eigenlijk meer over het afgelopen jaar en dan met scherpe inzichten en een rode draad. Na maandenlang denken ben ik tot het inzicht gekomen dat je me al die tijd tot 10 keer aan mijn rode draad had kunnen trekken. Dat is toch schandalig, mensen. Mensen, op dit soort momenten mis ik Gonnie van Oudenallen. Dat was pas lachen. Oké, mensen, put your hands together for Mr. Alexander Pechtold. De next comedian is a very funny guy, very good friend of Jurgen. Hier is hij, Mr. Mark Rutte. Oké, Gerdy, doe jij de lachband? Oké, perfect. Hey, hallo. Hoe heet jij? Piet Hein. Leuk, Piet Hein, leuke naam. Voor een veenlijk. Wat doe je voor werk? Ik ben minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ah, sociale zaken. Nou, Piet Hein, dan ben je zeker zelf altijd verzekerd van een baan. Of zo. Even. Nee. Wat? Voorzitter, volgens mij heb ik die grap al eens eerder gehoord bij Jan Dino als piraat, Micha Wertheim en Koefnoen. Ik dien dan ook een motie van plagiaat in. Ja, sorry, maar een motie van plagiaat is al eens een keer gedaan. Motie afgewezen. Zijn er nog mensen die om een andere reden hun vinger op willen steken? Ja, mooi. Staat genoteerd. Dat was Mark Rutte. Very funny stuff. De volgende comedian is een vrouw en een very funny guy. Femke Halsema. Hoi, ik ben Femke. Ik ben van GroenLinks en ik... Dan laat hij je links liggen. Groentje? Ik ben dus Femke. Vanmorgen stond ik voor een stoplicht. Dan linksaf zeker, toen het groen werd. Nou, vanmorgen was ik op de markt. Oh ja, en heb je links een groenteboer? Mensen, wat een jaar, hè. Formatie van het kabinet, ontslagrecht, talpa hadden we. Het is bij een oudejaarsconferentie wel de bedoeling dat je er iets over zegt. Dat je een mening hebt over wat er besproken wordt. Het is geen kamerdebat. Volgende week in Bureau Den Haag. De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend om de naam appelflap niet meer te gebruiken. Wij vinden het een denigrerende term voor de appel, net als bijvoorbeeld een negerzoen. Wij geven de voorkeur aan de term kutmarokkaan. Sorry dat ik u vanuit overheidswegen moet onderbreken, maar ik heb opgekregen 20 kutmarokkanen, 35 bokkenpolen met krenten en 15 december moorden met Berliner. Klopt dat? Klopt dat? Oh. Nee, ik... Oké.